Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Ja, boys en girls, jullie zien, ik heb hier geen microfoon hier meest naast mij. Mijn microfoon ligt daar in de zetel, want ik heb een nieuwe microfoon aangekocht. Ik heb dus een Vonix gekocht. En ik heb zo een gekocht, een met XLR-aansluiting. Dus ik heb ook een set met een mixer gekocht. Dus we gaan misschien eerst de mixer uitpakken en dan de microfoon. Dus ik ga eerst de mixer uitpakken en die al installeren, zo dadelijk. Dus de mixer ga ik nu uitpakken. Hij zit in een doosje met dat piepje of zoiets. Oh, wat een mooie mixer. Ik zie het natuurlijk al, jullie nog niet. Ik heb eerst aan de dak komt doen. Wat is metaal ook nog, dus ja, lekker. Dit is dus een mixer. Het is een XLR mixer en daarmee kan ik de gain van mijn master en zo helemaal doen en zo. Maar normaal moet er ook een kabeltje bij zitten, dat kan misschien onderding zijn. Een installatie-cd, die moeten wij ingeven. Oké, wat is het dan? Ah, hier is dat kabeltje. Maar we dachten al dat er een kabeltje bij zit. Dus deze is het kabeltje dat erbij zit. Ik ga eerst de mixer aansluiten en dan breng ik weer terug. Dus ja, het kabeltje ziet echt mooi uit. Ik ga nu de mixer dus aansluiten. Dus heb ik ook een XLR-microfoon aangekocht. Dus ja, let's go. Ik ga nu de mixer aansluiten. Dus nu hebben we hier de microfoon. Hoe ik zo dadelijk ga aansluiten en dus ook een... Dan wil ik een ding gaan doen, soundtest. Dus hier zit de microfoon in van Vonix. Ik ga hem omdraaien, anders valt de microfoon eruit. Even wat plek vrijmaken op mijn bureau. Oh my god, wat zie ik als eerste? Gewoon arm is al bij. Dus als eerste zien we hier... Wauw. De popfilter. Voor de A, de P's en de B's weg te doen. Misschien ga ik die gebruiken, ik weet het nog niet. Dan hebben we hier dus de microfoonarm zelf. De XLR-kabel. Gaat hierin, de XLR-kabel. Die kunnen we dus niet gebruiken. De XLR-kabel kunnen we dus niet gebruiken, dus die moet er even uit. Hoop ik dat hij eruit komt. De XLR naar 3,5 gebruiken. Dus deze microfoonarm kunnen we niet gebruiken. Dus we gebruiken de oude microfoonarm. De oude microfoonarm is terug geïnstalleerd. Het is nu de vijf, dat hebben we dus niet nodig. Hier hebben we een zakje, waar is mijn mes? Dus hier hebben we deze zakje met iets in, met de shockmount in. Zakje met de shockmount in. Dat op deze dingen passen, denk ik. Nu de microfoon erin steken. Wat een geile beauty. Ik weet niet waar dat erin gericht is. Maar dan gaan we wat uitvinden. We find out. Dan. De klopkapper of niet? Ik vind dat dat nodig is, maar... We gaan het eerst onder doen dan mij. Dus nu de kabel, waar ligt die nu weer? Dus nu gaan we de XLR naar 3,5 mm erin zeker. Dan kunnen we gaan proberen wat de microfoon zegt en zo. Is supposed to be hard. Maar dat fix je nog wel te weten. Ik zal eerst misschien erdoor draaien. Maar de microfoon is herkend. En nu gaan we dus een testje doen van de microfoon. Die 13 minuten lang al video, dus ja. Ik ga de microfoon doen instellen. En ben direct bij jullie terug. Dus ja, let's go. Ik ben direct bij jullie terug. Na het testen van de microfoon. Na het instellen van de microfoon en zo. Dus ja. Hier is mijn rommel van mijn bureau doen en...
Let's go. Oké, boys en girls, dit is dus de audio van de microfoon. Ik weet dat mag een beetje zachter is zo, ik weet het niet. Dit lijkt me wel heel goed. Dit lijkt me wel heel goed qua audio. Zoiets, denk ik. Jullie moeten maar eens langskomen in de stream en zeggen of mijn audio levels heel goed zijn of niet. Ik vind deze persoonlijk, dan maak ik misschien ietsje verder weg van mijn mond en jullie horen me nog heel duidelijk. Dus dat is wel het idee met een XLR microfoon, dat jullie dit dus beter horen. En ja, shout-out naar Maxi Actie Shop voor het uitleveren van deze microfoon. Normaal gezien was die pas op woensdag geleverd. Nu is dat direct op dinsdag geleverd, dus shout-out naar maxiactie.com.nl of zoiets, of wat is het, maxiactie. Ik heb die op pol.com gesteld bij maxiactie. En heel goede microfoon, heel goede kwaliteit. En ik zou zeggen van, shout-out naar maxiactie voor het leveren, op tijd leveren van deze tantoe mooie microfoon. En heel goede microfoon, samen met een USB mixer. En ja, let's go. Ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Dit is dus een beetje de raw audio van de microfoon, ongeëdite audio. En ja, ik vind het zelf ook wel een heel leuke microfoon. Heel duidelijk in de stem, heel clear. En zoals de microfoon eigenlijk hoort te zijn. Dus ja, dit was een beetje mijn ervaring met Maxi Actie. Misschien hebben er andere mensen andere ervaringen, maar dit is dus zo een beetje mijn ervaring met Maxi Actie. Ik weet, het is een heel leuke, een heel goede microfoon. En ik heb speciaal gekozen voor de kleur goud. Allee, speciaal. De gouden kleur was erbij, dus ik heb speciaal de gouden kleur. En achter mij ziet u dus, de ismo van, het piepschuim, of in het mooie Nederlands zeggen, de piepschuim van dus de microfoon. Heel mooi, heel leuk geluid, zoals ik nu al kan horen. Ik ben de audio aan het monitoren en het is echt wel een heel leuk geluid van dus de microfoon. Ik ga die audio levels nog in OBS goed moeten zetten. Maar dat is dus eigenlijk geen probleem zijn met het audio van OBS. Ik kan die monitoren met mijn mixer. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn stem klinkt warmer en jullie horen me beter. Dus ja, bedankt voor het kijken naar mijn nieuwe video. Ik heb dus een nieuwe microfoon gekocht en we gaan hier lang mee doorgaan. Ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Al Dylan en ik zie jullie graag terug in de volgende video. Gaat waarschijnlijk een FIFA video zijn, Team of Pack openings. Yeah, let's go. Bye bye.